Afgelopen zaterdag organiseerde Landschappen NL de Natuurwerkdag, de grootste landelijke vrijwilligersactie in het groen. Vorig jaar deden er meer dan 14.000 mensen mee en ook dit jaar waren er weer heel veel vrijwilligers in touw. Op de Natuurwerkdag kan iedereen van jong tot oud onder begeleiding aan de slag op ruim 400 locaties. Onder de motto Leef je uit vonden uiteenlopende activiteiten plaats die per locatie verschilden. In Laarbeek werd door IVN Laarbeek een activiteit georganiseerd. Vrijwilligers hielden zich bezig met knotten van willigen in het prachtige natuurgebied De Biezen in Alerikstel. Er was voor jong en oud wel wat te doen. Even getogen naar die mooie biezen in Alerikstel, een beetje de scheiding tussen Alerikstel en Gemert-Bakel. Bij de heer Gerrit Post, Nationale Natuurwerkdag. Vertel eens iets over Gerrit. Ja, de Nationale Natuurwerkdag houdt in dat heel Nederland wordt er in de natuur gewerkt vandaag. Waar ongeveer 400 locaties en waar ongeveer 1500 man, schatten ze, ongeveer bezig zijn vandaag in de natuur. Ja, hoe zit dat met de Laarbeekse deelname? De Laarbeekse deelname is ook op verschillende punten bezig. Maar wij als IVN onder andere hebben de locatie voor De Biezen gekozen. Ten meer omdat we ook betrokken zijn geweest bij het ommetje in De Biezen. En we worden netjes gesponsord door Eco De Biezen en door de Brabantse Kluis. Dus vandaar dat we hier ook voldoende mensen krijgen om te werken. En zoals je ziet hebben we al een hele rij met knotten om vanmorgen.